Bejaardentehuizen Albertine heeft vanaf vandaag een geheel gerenoveerde vrouwenziekenboeg. De renovatie was in handen van de Staatsoliemaatschappij NV in partnerschap met Haukes NV, Sunecon en IBT. Anand Jagesar, directeur van Staatsolie, zei dat zij dagelijks 10 sponsoringsbrieven krijgen voor hulp. De staatsoliedirecteur is er zich van bewust dat het heel erg moeilijk gaat in Suriname en dat veel mensen hulp nodig hebben. Jagesar vertelt wat de beweegredenen zijn geweest om de ziekenboeg te renoveren. Ik heb een team bij Corporate Communications en zij zijn eigenlijk op bezoek geweest. We hebben een team, ook bedankt hier vandaag. Maar dan komen ze echt fysiek kijken en dan hebben we eigenlijk in volgorde van de hoogste nood. Weet je, dus wat er slecht uitziet. En ik vraag altijd die mensen om te laten zien before en after. En dan zie je echt een groot verschil. En ik bedoel, geborde matrassen, een plafond dat lekt, het kan niet. Dus ik bedoel, ramen die er niet zijn. Dus in die volgorde van grootste nood kiezen we uit. En nu gaan we verder in die lijst in 2024. Ja. Is het daarom dan gekozen voor de ziekenboeg? Want er zijn normale, er zijn leefruimtes van de mensen. Is het daarom gekozen voor de ziekenboeg omdat hier het ergste eruit zag? Dat klopt. Dus dat ziet er ook niet goed uit, maar dit zag er inderdaad vreselijk uit. Dus dit hebben we als eerste aangepakt. Ik hoop dat we inderdaad terugkomen bij Huizen Albertina en ook de woonruimtes, laten we zeggen, een opkrabbeurt kunnen geven. Jagesar onderstreept dat weer gekeken zal worden als er in 2024 wederom in partnerschap gewerkt zal worden. Staatsoliemaatschappij probeert te helpen waar ze kan en probeert dat ook voor geheel Suriname te doen, zegt de directeur. Er is zoveel nood in Suriname. We zijn dit keer ook echt expliciet in de districten geweest. In Para, in Komowene en op Nikeri. Dacht misschien ook op Saramaka, maar dat moet ik even checken. Maar we zijn echt aan het kijken, gewoon in het hele land, om te kijken wat we kunnen doen. Als directeur van Staatsolie, u gaf aan, soms zijn er partnerschappen. Maar welke oproep slash boodschap heeft u naar de rest van het bedrijfsleven toe, wanneer het gaat om zulke heartfelt projecten? Nou, dus ik moet mijn partnerbedrijven in Suriname niet tekort doen, want veel bedrijven doen echt al heel veel. Maar voor het geval er bedrijven zijn, en dan moet ik in een camera kijken nog, directeuren, alsjeblieft, de nood is hoog. Er is een lange lijst van tekortkomingen in tehuizen met name. Laten we met z'n allen kijken wat we kunnen doen, extra kunnen doen. Want in de toekomst gaat het wel beter gaan in Suriname. De kosten voor renovatie van de vrouwenziekenboeg van Huizen Albertine bedroegen $700.000 en de werkzaamheden hebben 8 maanden in beslag genomen om af te ronden.